Ik presenteer het bevroren ijshoorntje. Kom maar door. Dario, genoeg. De Raiders dreigen Novelmore binnen te vallen en jij Maar we zijn hier voor de Invincibus. Het is het gevaarlijkste wapen van het universum, Arwin. Maar daarmee kunnen we misschien wel Novelmore redden. Atoe! Oké, goed. Zie hier, de Invincibus. De grootste en gevaarlijkste creatie van de Da Vinci-familie. Dario, ben jij dat? Nee, het is mijn grootvader. Men vindt dat ik op hem lijk, maar ik zie het niet. De Invincibus is een harnas dat krachten geeft aan degene die het draagt. Oeh, nu komt het beste deel. Ik dacht dat hij wat grafieken ging samenstellen. Zoals je kunt zien, een harnas dat je ongelooflijk sterk, ongelooflijk snel, ongelooflijk machtig maakt. Het is veel kracht voor één persoon om mee om te gaan. Daarom willen de Raiders het hebben. Dus we moeten het uit hun handen zien te houden. Je hebt gelijk. Ooit heeft iemand zelfs de Invincibus proberen te stelen. Garrick Greystone. Mijn grootvader? Ja, ik ben niet de enige met familieproblemen. Ik weet dat hij was weggestuurd, maar ik geloof niet dat hij zoiets zou doen. Ik zei, probeerde. Het is hem niet gelukt. Ze besloten dat het harnas moest worden opgeborgen. Dus het werd gegeven aan Timothor, de tovenaar. Hij bracht het naar een geheime plek tussen tijd en ruimte. Dus Timothor weet waar het is? Officieel wel. Hij was hier van de week op zoek naar zijn huissleutels, dus hij is het vast vergeten. Negeren we gewoon het feit dat mijn grootvader de Invincibus probeerde te stelen? Oh, ik niet. Nog een bevroren ijshoorntje om het te vieren? Luister, niemand begrijpt beter dan ik dat jij niet verantwoordelijk bent voor de dingen die jouw familie doet. Je kunt wel proberen het beter te doen. Is dat een cadeautje? Oh nee. Open de poort. Laat het grote cadeau voor mij maar binnenkomen. Vader, stop! Straks is het een val. Het is gewoon een verjaardagscadeau van de Khazads. Je weet wel, een cadeau dat Amber Empire stuurt voor mijn verjaardag. Ik weet dat het net lijkt alsof ik dat nu vergeten ben, maar... Zoek dekking! Ze zijn klaar voor een feestje! Ze weten wel hoe ze entree moeten maken. Gegroet, uwe majesteit! Ik ben het, koning Blini, die u gaat vermaken voor een kleine vergoeding op uw 35ste verjaardag. Ja! Maak er maar 57. Nee, met die blozende wangen. Vader, misschien moeten we wat voorzichtiger zijn met wie we binnenlaten. De Raiders hebben ons proberen aan te vallen, al 2 keer. Het is mijn verjaardag. En in de wet van het land staat dat er niks ergs gebeurt op mijn verjaardag. Koning Blini, dit is het moment dat het vermaak gaat beginnen! Ik ben de grote goochelaar Gimlini. Zal ik eens laten zien wat er in uw oor zit? Tada! Ik haat magie. Bevroren ijshoortjes, ze zijn nu nog ijskoud! Bevroren ijshoortjes zijn helemaal hot! En koning Blini heeft beloofd mij te promoten! Het enige dat ik nog meer haat dan de Raiders is carnaval. Maar haat je plezier of haat je dat andere mensen plezier hebben? Geen zorgen, Arwin. Wij houden de Raiders in de gaten. Niemand komt langs ons. Ontspan een beetje. Oh, dus we laten Gwyn de Invincibus gewoon van ons stelen? Niet grappig. Vind ik wel. Prins Arwin, wilt u meekomen? Alstublieft. Ja, ik haat carnaval het meest. De machine staat op zijn plaats. Beste verjaardag ooit. En voor mijn volgende truc trek ik de onderbroek van mijn kandidaat Prins Arwin hier uit mijn hoed. Tada! Oh, alsjeblieft. Die kan van iedereen zijn. Oké, die is van mij. Ik haat magie echt. Gooi een kazaadbijl. Misschien heb je geluk. Opschepper. Kijk, daar hangt een bord. Kun jij het lezen? Tent met geweldige uitvindingen.
Het lijkt wel speciaal voor mij gemaakt. Wat zit daarin? Oh, dat komt zo. Maar eerst moet je weten wat hierin zit. Cool. Hey, wat is dit nou weer? Een Kazaat puzzeldoos. Onmogelijk om uit te komen. Ik wil ook. Dario, nee. Dit is geweldig. Wat gebeurt er? We worden gevangen genomen. Jullie werken voor de Raiders, of niet? Weten jullie hoe weinig je verdient met werken met carnaval? Wij hoorden dat Dario Da Vinci gek is op uitvindingen. Dus hij zal vast genieten van deze. Ik noem deze de grote machineboor. Draai aan deze sleutel en onze grote machineboor zal het koninkrijk overspoelen met gesmolten lava. Tenzij jij ons de Invincibus geeft. Dario, je zegt geen woord, hoor je me? Ik zeg één woord. Help! Straf ze! Start de machine. Deze sleutel is het enige dat de lava kan stoppen en Navelmoor kan redden. Ik zou er nog eens over nadenken. Dan gaan wij wat bevroren ijshoortjes halen. Oh, die zijn lekker. Ontspan een beetje. Magie is leuk, Arwin. Oh, oh, oh. Hop. Genoeg. Het wordt tijd dat ik de koning eens flink de waarheid zeg. Jij daar! Laat mijn vrienden gaan! Stop, jij dwaas! Arwin, hij komt ons redden! Wat? Ik ontdekte dat drie van mijn mensen werken voor de Raiders. Ze overspoelen het koninkrijk met lava, tenzij wij de Invincie beschreven. We moeten de sleutel hebben voor... Te laat is... Dat zei Dario. Dario? Hij vertrekt altijd wanneer het echte vechten begint. Oh, de Kazaat! Zij hebben de sleutel die we moeten hebben. Leuk geprobeerd. Deze sleutel is van mij. Oké, dan ben jij de kandidaat voor mijn goochelshow. Ha. Huh? Wat ben je aan het doen? En tada! Hey, die is van mij! Dat was indrukwekkend. Doe niet zo verbaasd. We moeten die machine zien te stoppen. Schiet op! Ja! Oh, dat ging net goed. Het is gelukt! Waarom is het nog... Achteruit! Hij staat op de allerhoogste stand! Dario! Goed gedaan! De lava is bevroren! Je hebt het laten sneeuwen op mijn verjaardag! Gefeliciteerd. Koning Blini, u bracht mij en mijn mensen in groot gevaar vandaag.
Novelmore was bijna vernietigd. Maar goed, ik mocht me laten schminken, dus we staan gelijk. Tot volgend jaar, Uwe Majesteit. We geven u 20% korting voor wat er gebeurd is. Klinkt goed. Ik geloof dat deze van u is. Ik haat magie. Zo, mijn zoon. Wat geef jij eigenlijk voor mijn verjaardag? Vader, ik heb u gered. Alsjeblieft. Ach, het gaat toch om het gebaar, hè?